Vincent van Gogh was een Nederlands kunstschilder. Een van de bekendste kunstenaars van de 19e eeuw. Vincent van Gogh, geboren in Zundert op 30 maart 1853. Hij groeide op in een gezin met een vader, een moeder, twee zussen en drie broers. In nauwelijks 10 jaar maakte van Gogh ongeveer 900 schilderijen en 1100 werken op papier. Van Gogh overleed 29 juli in 1890. Echter raakte Van Gogh pas beroemd na zijn dood. Ook raakte Vincent van Gogh bekend vanwege het incident met zijn oor die hij afsneed. En dit gebeurde in 1888 na een hevige ruzie met een andere kunstenaar. Nu ga ik het hebben over de bekendste schilderijen. Een top 3. 1. De Sterrennacht. Van Gogh maakte dit schilderij in juni 1889. 2. De Zonnebloemen. Van de serie Zonnebloemen bestaan er 5 schilderijen die Van Gogh heeft gemaakt. 3 schilderijen met 15 zonnebloemen in een vaas. En 2 schilderijen met 12 zonnebloemen. De meest bekende is gemaakt in augustus 1888. 3. Amandelbloesem. Hier schilderde Van Gogh een van zijn favoriete onderwerpen. Bloeiende bloesemtakken tegen een blauwe lucht. Omdat de amandelboom al vroeg in het voorjaar bloeit, staat het als symbool voor nieuw leven. Het schilderij was een cadeau voor zijn broer Theo en zijn vrouw, die een zoon hadden gekregen. Dit schilderij is gemaakt in 1890.